Hey, goedemiddag. Welkom bij Autoshiro. U heeft iets heel bijzonders gevonden, hebben wij niet vaak. Dit is de BMW 320, maar de GT. Hij is dus wat hoger. En dit is niet de eerste de beste. Deze is echt netjes opgepast. Wat meer kilometers dan u van ons gewend bent, maar ik verwacht, de gemiddelde BMW-rijder weet dat natuurlijk ook. Dit zijn auto's die rijden gewoon 4, 5 ton. De auto staat hier achter me, want je geeft hem de kilometers echt niet. Wat een plaatje. Komt-ie. Geen steenslag, niks van dat alles. Echt keurig netjes. Nou, de 19-inch lichtmetalen velgen, de M-sportvelgen, maakt hem direct heel stoer. Meneer heeft bewust de ramen achter niet getint. Mocht u dat wel willen, voor €300 zit dat erop. Kijk, dit is leuk, hè. Spoiler, kan eventueel ook gewoon dicht natuurlijk. De parkeersensor en het is een super ruime kofferbak. Oh, elektrische klep. Ik had het niet eens in de gaten. Maar moet je eens kijken hoe diep. Hij moet nog natuurlijk even schoongemaakt worden. Dit lijkt nergens op. Kijk eens, daar de achteruitrijcamera. Andere zijkant. Ik zie hier nog een klein deukje. Die kan er straks eventjes uit. Dat doen we hier zo zonder te spuiten. Verder keurig nette conditie. Xenonverlichting. Sportstoelen. Erg belangrijk bij BMW, mij betreft. De automaat natuurlijk. 4 elektrische ramen. Grootschermnavigatie. En zoals je ziet, mag natuurlijk ook als je weet wat zo'n dergelijke auto nieuw kost. Maar alles is in zo'n verschrikkelijk keurig nette conditie nog. Oh, ik had het onderhoudsboek even opengelegd. Ook netjes afgestempeld. Tegenwoordig is BMW allemaal digitaal. En als gezegd, je zit gewoon wat hoger. En dat is, nou ja... Ik wil je niet oud noemen, maar ben je wat ouder, is dat toch makkelijker. Ik heb trouwens zwarte matten besteld. Dat is het minst besmettelijk. Dat is wel zo netjes. Ik hoop dat je goed beeld hebt van de auto. Inruilen, dat doen we hartstikke graag. Mag je even wat fotootjes appen of mailen van je huidige auto. Dan krijg je daar direct een fatsoenlijke inruilprijs voor. We willen thuis bezorgen indien dat nodig is. We willen bij je op locatie voor een proefrit komen indien dat nodig is. Je mag uiteraard ook hier komen, graag op afspraak, want het gaat redelijk hard hier. En that's it voor nu. Financial lease doen we heel veel. Vraag even een offerte, krijg je binnen 5 minuten. En ik daag u uit, want we reageren altijd super snel. Dank voor uw tijd en heel graag tot ziens. Hoi.